Hallo, good morning! Het is vandaag woensdag. Woensdag. Ik dacht vrijdag. Oh jee, het is woensdag. Ratselen. Heb je nou glitters op je lippen gedaan? Ja, die lippen. Havermout met, hoe heet het ook weer? Oh, granaatappelpietjes. Ja, bruin. En blauwe bessen. En Jola die gaat vandaag naar school. En als uitzondering op woensdag gaat ze een keer naar de opvang. Want ik heb de hele dag YouTube Creator Day. Dus ik ga naar een event van YouTube. En dan ga ik allerlei cursussen volgen. Maar Bart kon me wel vroeg ophalen. Zeker weten. Hoe zitten je schoenen? Want die heb ik gewassen. Heerlijk. Misschien hebben jullie gisteren wel gezien dat ik naar Noppes was geweest en vette schoenen voor Jola had gevonden. En ik heb ze schoon gekregen. Dat wil je niet weten. Ze shinen als nieuw. Hey, I'm under the way. Super goed gegaan met de bus. En nu naar de tram. Tram nummer 2. Even kijken waar die gaat. Trouwens, dat bevalt me wel dit. Misschien ga ik wel vaker gewoon met OV. Oh, wat een heerlijke pakken weer. Vooral die. I love this one. €25. Maar ze nemen zoveel plek in beslag. En als je moet plassen, is het zo lastig. The sun is shining hier op Leidseplein. Ik ga op zoek naar de kopstootbar. En ik wilde eigenlijk nog even een oplader kopen. Want die ben ik vergeten. Ja hoor, ze hebben het nog ook hier bij de H&M. Hoe leuk. I love this one. Ze hebben weer zoveel leuke kleding hier. Hebben. Ik ga terug met Jola in de herfstvakantie. Oh nee, dan zal het wel heel druk zijn. Nou ja, jammer dan. Het is niet anders. Ik ben er bijna. Willen jullie trouwens weten waar ik echt zo'n beetje naartoe ga? Ik ben er al eerder geweest op zo'n YouTube bijeenkomst. Ik zal hem even plaatsen hier in de video, hierboven. Het is wel leuk om te zien, want ik ben toen hele leuke mensen tegengekomen. En ik hoop dat ik ze nu weer tegenkom. Let's find out. Laat je microfoon eens zien. Vet man. En stel jezelf maar even voor met je microfoon. Ik ben in het Engels of het Nederlands? In Nederlands natuurlijk. Oh, in het Nederlands. Oh, maar dat kan ik helemaal niet in het Nederlands. Jawel, dat is best schattig. Maar waarom heb je een paarse shirtje niet aan van de vorige keer? Oh, ik denk dat ik het al weet waarom. Maar ik ben in Holland. Ik ben Victor Bart. En ik ben, heb 3 kanalen. Retro machine. Je mag er maar één promoten. Oh. Je maakt echt overal mijn dingen gebruik van. Ja. Oké. Oké, dat was het. Doei. Oh, maar ik ben Victor Bart en mijn kanaal is Retro Machines. En daar bouw ik oude computers en daar knal ik lekker mee. Hey. En hier hebben we hier. Heel leuk dat je even gekomen bent. Ja, ga je dat wat van horen? Oh, je hebt een nieuwe camera. Ja! Die ziet er wel mooi uit. Ja, deze heb ik ook. Die, als het goed is, hoor je dit beter dan de vorige keer. Maar deze is niet anders. Zo'n influence crew. Represent. Represent Marije. Lots of audience, lots of content. And how are you going to make sure that your content stands out? Of an editor, right? Is that right? Yes, that's correct. But maybe for some people. Sorry, what's a unique blog? Beauty blog. Yes, makeup. Yeah, beauty. So maybe I'm gonna buy booty blog. Yeah. I also have booty. It's really exciting because we wanted a special place to launch this documentary, and YouTube. It just feels so modern as a broadcast. I realized that there was a whole other side
of touring and DJing that just no one ever saw and no one ever spoke about. And it wasn't just like, oh, I'm a bit jet lagged, or, you know, hungover, all these early flights. And, you know, we know about DJs campaigning. 2 hours that you're performing in a club, and then those quiet moments after you've finished and you're back in the hotel on your own, or you're perhaps sat in a bus waiting to go to the airport. There's just a really big leap from everyone loving you in this space that you've been in on a Friday and a Saturday night to being just another part of the rabble and the cattle in an airport lounge. Zo, en toen was het donker. Het is inmiddels 7:30, dus ik heb het super lang uitgehouden daar. We hebben net afgesloten met een documentaire. Een hele vette. Why We DJ, Slaves to the Rhythm. Echt even opzoeken als je geïnteresseerd bent in het verhaal achter een DJ, achter het succes, wat het met hun mental health doet. En dat hebben ze nu uitgezonden omdat het natuurlijk ADE is. Maar het is echt een hele mooie documentaire. Ik herken mezelf er soms wel een beetje in hoe ik ook een tijdje geweest ben. Dan niet als DJ, maar dan als danseres. En ja, wanneer je heel veel in het weekend werkt en heel veel moet optreden, dan kun je daar toch soms wel een beetje aan de ene kant ook heel erg eenzaam of anders in voelen. Dat is best wel nog een beetje een verhaal. En dat vertel ik nog wel een keer wanneer er minder geluid om mij heen is. Ik ga even lekker lopen naar de tram. Ik ben wel relaxed eigenlijk. Ik hoef me niet druk te maken om die dure parkeerkosten vandaag. Echt heerlijk. Hier moet ik trouwens met Jola heen volgende week. Want daar wil ze heel erg graag heen. Ik ook wel een beetje stiekem. Kijk dan, dit is gewoon een klein badje. Zo wordt ons zoontje later. Zo, dat was wel even zoeken hoor. Ik ben helemaal nog nooit op dit nieuwe busgebied geweest. Oh, wat een gezellig ontvangst. Hallo. Dit is wel een leuk ontvangst. Jee, ik ben weer thuis. Nou, ik vind het ook groot. Hoe was dat, schat? Heel leuk. Thank you all for watching for today. It was a pleasure from ADE. Engelse tour. From the ADE. Is het al begonnen? Ja, tuurlijk. Het ging vandaag beginnen. Het ging helemaal los. Ik dacht morgen. Waarom denk je dat dit evenement vandaag was? Dat we lekker gaan feesten. Ja, daarom ben je zo naar terug. Doei. Dankjewel voor het kijken. Doei. Niet vergeten te abonneren. Zeker als je meer wilt zien van hem op een andere dag.